Goedemiddag allemaal. Wat een slecht nieuws, jammer genoeg. Doe hem er maar in en zet hem aan. Wild! Dan zal de leven lang. 3, 2, 1. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En wij zijn thuis. Oftewel, dat betekent dat wij ineens weer eenden hebben die voor ons lopen. Jeetje jongens, ze werden letterlijk... Oh, zo, het waait hier hard. Poeh, de herfst is begonnen. Zo, echt een gekke windaanval hier buiten. What the fuck? Ik werd bijna gewoon wakker door het kwaken omdat ze hier op het terras stonden. Alsof ze wisten dat we thuis waren. Ik heb trouwens ook iets vanochtend, iets kuts. En dat is dus eigenlijk iets super stoms. Want jullie weten misschien wel dat ik een beetje een favoriete vis heb in het aquarium. Dat is die grote gele witte. Die heb ik best wel vaak laten zien. En die is ooit een keer eerder dood gegaan, omdat ik toen ook eentje eerder gehad heb in mijn appartement. En ik word wakker, ik loop naar beneden, ik zit hem te zoeken en... Kijk eens aan. Daar ligt hij. Dood in de bak. Echt fucking kut. Ik vind het echt verschrikkelijk, want dit was echt mijn favoriete vis. Het was ook echt een hele mooie grote vis. En alle vissen hier voor de rest leven allemaal nog. Het ziet er allemaal nog super gezond uit. Maar deze... Ik weet niet wat het is met deze vis, jongens. De keer dat ik elke keer mijn aquarium filmde, filmde ik ook die. Omdat die gewoon zo super mooi is. En nu ligt hij hier gewoon dood in de bak op de bodem. Ze komen vandaag dus wel onderhoud plegen ook bij het aquarium. Dus ik kan gelijk vragen wat nou eigenlijk de doodoorzaak geweest kan zijn. Want voeding is het niet. Ze krijgen gewoon elke dag natuurlijk het voer. En weet ik veel wat. Maar wat is de oorzaak van de dood van zo'n prachtige vis? Zij gaat hem er waarschijnlijk ook uithalen. Want dit rot niet zomaar weg. Dat duurt echt wel eventjes. En er komt dan een stank vrij als je zo'n beest eruit haalt. Dat is echt niet normaal. We hebben hier ook leuk nieuws. Want hey! Je bent 23 geworden, bro! Nog steeds geen rijbewijs. Let's go! Nog steeds geen rijbewijs. Yeah! Ja, fuck dat, man, bro. Het is wel lekker goedkoop, zeg maar, zonder rijbewijs. Ik moet geen auto betalen, ik moet geen parking betalen. Nee, je hoeft nooit te boppen voor iemand, je hoeft nooit iemand op te halen. Maar, jongens, morgen is het ook 24 september. Vanavond wordt het 24 september. Dat betekent dus ook dat ik en mijn zus, of mijn zus en ik, ook 23 jaar worden. En dat morgen het grote feest is. Ja. Het grote... Jij bent gewoon zenuwachtig voor morgen, omdat je allerlei dingen hebt geregeld. Het fucking groot wordt, allemaal gekke dingen gaan gebeuren, weet ik veel wat. Bam, bam, bam. Nou, het is gewoon meer... Normaal had ik het zelf niet in handen. Ik voelde me normaal zoals jullie waren. Gewoon zeg maar... Dat we jou verrassen. Komt wel goed. En nu heb ik zoiets van... Morgen is het. Wat gaat er gebeuren? Oh, ik ben zo benieuwd. Want het wordt echt groots. Echt groots. Natuurlijk hier de uitnodiging. Kijk eens even. Dit zijn ze natuurlijk wanted. Ik ben heel benieuwd wat nou echt het thema gaat worden morgen. Maar morgen gaan we dus echt zien wat dit te betekenen heeft. En ik kan jullie beloven, dat gaat sowieso denk ik een hele gave vlog worden. Oh, lekker sneezy katje, jongen. Ik zit er dan ook gelijk aan te denken als ik zo'n vis dood zou liggen, dat ooit ook gewoon die katten doodgaan. Hoe ik dan... Zo, dan ga ik janken, jongens. Dat kan ik echt niet handelen, denk ik. Dat mijn poesjes doodgaan. Oh, ga maar. Dag. Oh, een echt sneezekat. Ja, daar moet je er niet aan denken. Dat deze dikke toet gewoon dood is. Oh, nee, gadverdamme. Ik krijg helemaal de rillingen. Oh, nee. Laat het daar niet over hebben. Hè? Kijk dan, de knappe kop van... Julian van Aquadeco is binnen. Hallo. Goedemiddag allemaal. Wat een slecht nieuws, jammer genoeg. Ja, ik kwam hier met een beetje een droevig gezicht kwam ik hier aan. Ja, hè? Oh, je ziet hem nu inderdaad al een beetje... Gezeten. Beetje wit wegtrekken. Ja, hij wordt opgegeten door de kreeftjes en jij gaat hem eruit halen. Wat denk je dat de oorzaak zou zijn? Of... Ja, heel lastig te zeggen. Hij deed ernaast het juist heel goed vanaf het begin al. Ja. Dus ik denk dat het gewoon of pure pech is of hij heeft iets gegeten waardoor het visje toch niet heeft kunnen verteren en toch dood is gegaan. Ja, dat kan altijd. Ja. En helaas gebeurt het bij de mooiste vis natuurlijk. Altijd. Ja, dat is het kut. Het is echt mijn favoriete vis als ik al 10 keer gezegd heb. Ja. Ja, het was ook best wel tam, want als je bezig was, hij kwam ook gewoon naar je toe. Dus klopt. Het is gewoon echt jammer dat dit visje weer moet zijn. Ja. Ja. Nou, hij gaat eruit nu. Hou je neus dicht, want het gaat stinken. Valt mee, hij is denk ik net vannacht overleden aan de kooi te zien. Hij is nog redelijk vers, zoals we dat noemen. Valt het dan nog mee hoe die... Ja, hij ziet er waarschijnlijk... zal het wel meevallen. Hij had meerdere strepen, toch? Hij mist inderdaad nog twee strepen. Kijk. Die wat vervaagd zijn. Ja. Daar gaat hij. Ach. Dat is hem helaas. Ook dit wat bij het leven. Echt heel kut. Ja, maar dat niet voor anders gezien. Ja. Oh, hij was net zo gezellig. Hij was echt... Als je naar het aquarium kwam, dan kwam hij gelijk zo... Ja, dat was het leuke aan die vis. Hij kwam echt gewoon recht in je gezicht elke keer naar je toe.
Ja. Dat maakt het extra kut gewoon. Yeah. I feel like a star, you can't stop my shine. I'm loving for nine, my head's in the sky. I'm solo, I ride it solo, I ride it solo. Ken je dat liedje niet? Ja, ik ken alleen dat deel, maar ik ken hem ook puur door jou. Oh, jongens, ik moet Jade even wegbrengen, want Jade gaat namelijk mijn cadeau ophalen voor mijn verjaardag. Dat is zo niet waar. Ze wil dus niet vanavond, als ik jarig ben, om 12 uur, wil ze dus niet al het cadeau geven. Laten we... als eerst even vooropstellen dat jij dat überhaupt nooit deed. Hallo, ik heb toch ook jouw cadeautjes gegeven steeds om 12 ja, uur? Ja, maar dat is omdat het gewoon een traditie is in mijn familie. Ja, nou, nu zit ik toch ook een soort van in jouw familie. Dus je gaat mij ook gewoon dat cadeautje maar geven vanavond. Nee, zeg maar, mijn echte cadeau geef ik morgen. Want dat is gewoon leuker. Dat krijg ik vanavond wel een cadeau? Nou, dat ga ik nog eventjes bedenken. Nee, ik heb waarschijnlijk wel wat voor je vanavond. Oh. Maar dat is meer gewoon iets wat je morgen nodig gaat hebben. Iets wat ik morgen nodig ga hebben. Dus vanuit. Ja, het is meer gewoon, mijn echte cadeau ga je echt pas morgen krijgen. Dus hoeveel veel je ook kan zeuren. Nou, jammer. Nou, vanavond hebben we waarschijnlijk wel gewoon een klein feestje bij mij thuis dus. Met vrienden en zo, want om 12 uur natuurlijk word ik 23. Jeetje, 23. Ik ga wel melden cadeau waarschijnlijk al geven. Nou. Dat wel. Nou. Voor Alex heb ik trouwens ook echt een vet leuk cadeau. Die komt als het goed is ook vanmiddag binnen. Dus ik hoop niet dat de postbezorger nu precies langskomt. Maar dat wordt wel echt fucking grappig voor wat we voor hem besteld hebben. Toedeloe, mevrouw. Toedeloe. En ik zie je vanavond alweer. Goh, eindelijk een dag rust. Lekker zonder jou. Hmm. Altijd als ik wegga, zeg jij dat? Ja, misschien moet je daar eens een keer wat aan doen. Wat? Oh. Zo. Dat is heel raar. Hey, Juju. I love you. No, you don't love me. Jawel, I do. Ja, kijk eens wat we hier hebben. Jongens, het leuke is dus ook, het feest is dus morgen. Allemaal super spannend en allemaal, ik heb dus geen idee wat er gaat gebeuren. Het is dus ook zo dat Jade zei van, ja, je moet morgen ook. Want ik mag dus morgen de hele dag niet thuis zijn. Pas eind van de middag, want dan is alles dus een beetje klaargezet en gefixt en geregeld. Maar ik moet dus morgen ook mijn Ferrari al buiten zetten in de ochtend, omdat ze daar dus ook wat speciaals mee gaan doen. Ik zei al tegen Jade van, hé, je gaat er niet in rijden of weet ik veel wat, want pas op hè. Maar ze gaan hier dus ook wat mee doen. Wat weet ik niet, maar ik moet deze auto dus morgenochtend ook al buiten zetten, zodat daar voorbereidingen mee gedaan kunnen worden. Nou, ik ga hem nu naar buiten halen, omdat ik Alex ga ophalen, want die staat te wachten op Rotterdam Centraal. Ik vind het trouwens wel grappig dat Jade bijna zo wat zenuwachtiger is dan ik, omdat zij weet wat er allemaal gaat gebeuren. Kijk, ik ben niet echt zenuwachtig, ik weet toch niet wat er gaat gebeuren, dus... Het is voor haar misschien nog wel enger, omdat alles moet goed lopen morgen. Oh, wat lijp om weer in dit ding te rijden, jongens. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de glorie. Hey! Vakka broeder. Broeder. Ja, bro, je bent 23. Ja, 23. Ja, je bent nog steeds mentaal 12, maar... Ja, dat zeker. Ja. Hoe voel je je jarig? Nee, ik voel me vooral heel brak. Je hebt veel te hard gesopen waarschijnlijk. Ja, ah, lekker pik. Best wel, maar dat was wel lekker. Wat is het beste cadeau wat je tot nu toe hebt gekregen? Een fles drank. Zittelijk was het enige wat ik heb gekregen. Ik heb alleen maar een drankje gekregen. Ik heb ook een cadeau. Alleen, echt? Hij is nog niet... Nou, hij komt vanavond pas binnen. Oh, echt? Ja. Wat is het? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Oh, jongens. Alex is vandaag jarig. Ik ben morgen jarig. We zijn allebei... Ja, we schelen dus echt een dag gewoon. Ja. Dat is echt niks. Misschien nog één dag. Hé, nu zag je dat jij een tasje mee had. Zit daar jouw outfit in vanmorgen? Oh ja. Is dat dé outfit? Ja, het is dé outfit. Oh, ik ben zo benieuwd hoe iedereen morgen gekleed moet. Lekker pik. Waarschijnlijk kijk ik wel dat ze slechts gekleed zijn. Maar... Jij het slechts? Ja, ik denk gewoon wel. Oh. Nou, we gaan het zien. Hé, hey, ik zei net dat ik een cadeau heb voor jou natuurlijk. Maar de vraag is nu ook, heb je ook een cadeau voor mij vanavond? Ja. Echt? Ja. Heb je ook voor mij? Ja. Lekker pik! Wow, dat had ik niet verwacht. Nee. Zo niet. Ja, weet je. Ik heb het vorige keer ook iets gegeven, toch? Ja. Wat had je vorige week weer gegeven? Die vaas. Oh ja, die vaas inderdaad. Ja. Waar staat die trouwens? Volgens mij. Ja, kijk jongens. Even kijken. Oh, nee, die is weg. Oeps. Pijnlijk. Nee, ik heb hem hier wel ergens zien staan ooit. Ja, hij stond. Ik had ooit een mooie vaas hier ergens staan van Alex. Oh, daar. Waar? Oh ja, kijk hier, dit is hem. Ja, die heb ik vorig jaar gekregen. Jongens, kijk eens even wat we gevonden hebben in de schuur. Ik had het laatst over een bladblazer voor alle bladeren in de tuin. Oh, spannend. Jezus. Heel weinig in de auto. Het enige probleem is dus, er zit zo'n korte stekker aan. Bro, wat hebben we hier aan? We moeten echt een verlengstuk vinden. Ja, het moet wel. Anders wordt het moeilijk. Anders wordt het binnenbladblazer.
Nee, oké. Maar ik denk dus dat dit er een is. De Flymo Powervac 3000. Ziet er hartstikke strak uit. Ik heb namelijk allerlei spullen, meubels en dingen natuurlijk van de vorige bewoners nog overgekocht. Inclusief dus ook deze bladblazer. Ah, het is wel een mooi ding, heerlijk. Ja. Oké, laten we eerst testen of het überhaupt een bladblazer is. Ik zou niet weten wat het anders is. Doe hem er maar in en zet hem aan. Holy shit, oké, dat is overduidelijk een bladblazer. Wow, yo. Jongens, mijn moeder is, ik ga even de deur open doen, let op. Hallo. Hè? Huh? Ja, ik heb ook hier naar binnen. Wat zeg je? Ik heb ook hier naar binnen. Jezus. Waarom is de draad zo kort? Ik kon niet eens om de hoek. Heb ik niet kunnen vinden. Wat zeg je? Jezus! Ze waaien bijna de jurk uit. Ja. Jongens, wat gebeurt er? De eenden willen al de hele dag, ze zoeken me de hele dag bij het raam op. Ze staan bij dit raam hier ineens. Echt? Wat doen jullie hier, bro? Het lijkt wel alsof ze het koud hebben en dat ze gewoon naar binnen willen de hele tijd. Oh, maar, kijk nou. Oh. Kijk, ze zien er kijken, Lilo! Ja, nou inderdaad. Schatjes, wat is er met ze aan de hand? Hé, hey, wil je zo graag naar binnen? Kijk dan. Hebben jullie gemist? Hebben jullie ons gemist? Missen jullie het vrouwtje? Kijk dan, het lijkt alsof ze... Nah, dit is gewoon zielig. De winter komt er natuurlijk aan, het is herfst. Het worden koude dagen, weet ik veel wat. Maar ze moeten dan een warm holletje gaan opzoeken. Misschien gaan zij er wel vanuit dat ze naar binnen kunnen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hallo, als ik ze binnen moet houden, nu weet je, dan ligt heel mijn huis onder de schijt. Dan moet je een hok van je halve kamer maken. Ja, dat kan echt niet. Oh, maar kijk, het is echt zielig. Ja. Maar ze zijn al de hele dag rondjes aan het doen om het huis. Ja, hè? Straks stoppen die snavel tussen dat ding. Ja. In die propeller. Ik snap er helemaal niks van wat ze nou precies willen. Kijk, er is nu nog een vierde lelijke eentje bijgekomen. Oh, zie je dat lelijke eentje? Wat een grote tering lelijke eend. Hé, hey, eentje! Nee, ik denk dat een dikke teringpad is. Is dat een dikke teringpad? Ja, een dikke teringpad. En mijn vader heeft Chinees mee! Hé! Hey. Hey. Ik weet niet meer wat ik met ze aan moet. Ze zitten de hele dag wel eens aan de binnen. Wat? Ik stap net de auto uit. Ik zeg maar, je stond echt in de bult. Oh, maar wat moeten we doen? Wat zei je? Nou, ik zie ze opeens hier staan. Ja. Wat de fuck doen ze hier? Nou, hey. Je zit echt tegen het raam aan te snavelen gewoon. Hier. What the fuck? Hey. Oh. Ja, het wordt voor die beesten ook natuurlijk de allereerste winter die ze hier gaan meemaken. Dus geen idee wat zij, hoe ze erop gaan reageren en wat dan ook. Oh, zo. Hey. Ja, ze staan al de hele dag, zegt je, om het huis heen. Vanochtend ja. Daar, nu daar. Je poep overal gewoon. Ze willen gewoon naar binnen. Kijk, hij gaat nu ook naar binnen. Nou, voor de mensen die weten wat ze willen, die hier ervaring mee hebben. Laat hem maar achter. Ja, hier, hij wil gewoon naar binnen. Het is gewoon lekker warm of zo. Dat vindt hij gewoon lekker warm. Nou, ja? Chill maar binnen. Ja, kom maar dan hoor. Ja. Hey, maar ze groeien nog verder door, hè? Dus. Ja. Kijk beneden. Dat zijn echt. What the fuck? Waar is ze? Ik denk dat ze. Snippers hier. Dat je bijna jarig bent. Ja, ik denk dat ze me even willen feliciteren. Ja. Kijk. Wat? Oh. Ja, ik zie je aardig filmen. Bro, je staat Hoe ga je ook daar staan als je onopvallend moet filmen? Oh, ik wist niet dat een job was. Besef even. Als je binnenkomt en je ziet Alex daar staan met de camera. Bro, zo. Hoe ziet dat filmen? Oh. Nou, wij gaan eten. Heerlijk. Mel, check dit. Hey. Die nieuwe stoel. Heel laag, verder! Hey, lang niet gezien, jongen. Hey. Er is net tijdens het eten een cadeautje binnengekomen van Alex van Diek. Alex van Diek, ga eens even staan. Dat is hem. Zeker dat we het zelf nu ook nog niet hebben gezien. Gaan we even zingen? Lang zal het leven, lang zal het leven. Ik heb het ook niet gezien, dus ik heb geen idee hoe het eruit ziet, maar je moet het er maar uithalen. Ik heb geen idee of het ook gelukt is. Yo, Ashafa! En daarom is die foto. Je kijkt toch niet voor mijn deur uit? Jawel, bro! Kijk
ik meteen even uittesten. Elke dag weer voeten aan Gio's hoofd. Als je schijnt aan je schoenen, hè, veegt gewoon af in mijn gezicht. Kom hier, hoor. Kijk, hè. Moet je mijn buren even beseffen, want ik kom gewoon in een appartement. Ja, ik heb een asje van. Ja, weet je, dat doe je net totdat Asjefar eigenlijk hier geweest staat. Is. Ja. Yo, Asjefar. Ik kan mezelf gewoon ophangen aan mijn muur. Nou, je moet binnenleggen, dat als je binnenkomt, dat je dan op... Ja, dat gaat ook. Het is donker buiten, het is 9:30. Mel, we zijn over 2,5 jaar. Yeah! Feest is morgen. Fijn dat mijn moeder wel jaagt. De laatste 5 minuten. Alex, ben je nog 5 minuten jarig? Jee. Nog 5 minuten, wow. Nog 10 seconden. Kom, kom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Jaren. Yeah. Dankjewel. Oh, wow. Zo, wow. So, Melanie, you're getting a present from Jade en Noora. Ja, Noortje kan er maar niet bij zijn, ze geeft het alvast nu. Ja. Nou, let me guess. Wat is het? Oh, heel mooi. Wat is het? Een tas. Oh, een tas. Oh, ja. Okay. Oh, heel mooi. Lang zal je leven. Lang zal je leven. Hoera! 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 Ja, hey boys, jullie weten van wie ik het heb, man. Als die blaft. Is dit voor jou? Als die blaft. Dankjewel. Waf. Wat? Als ze blaft? Nee, is blaffen. Wat de fuck? Is het voor iets te veel biertjes op? Hoezo? Ik kan het wel zo lekker ongemakkelijk maken, is toch leuk? Nou, ik hoop dat je weer goed kan lopen straks. Gooi het gewoon als een papier onder die tafel. Ja. Vanaf je hoofd te zitten. Slijt van Melanie! Lekker pik. Sam. Ja, en ik heb... Melanie op de slides. Yeah. En ik heb nog wat, maar dat is er nog niet. Nog iets? Ja, maar dat is er nog niet. Oh, maar dat hoeft toch ook niet? Dank je wel. Ja, want Mel heeft iets voor jou, dus. Hè? Wat? Wat? Wat, hè? Oh, Mel heeft niks voor mij. En dan heb ik ook nog wat voor jou. Oh. Je krijgt natuurlijk je echte cadeau morgen. Maar dit is alvast iets voor morgen. Iets voor morgen? Iets voor morgen. Sowieso mijn outfit, denk ik. Waarschijnlijk. Dit dan? Jij? Ja, de pruikje is made in China. Oké, oké. Mooie kleuren. Maar heeft, oh, maar, oh, wacht even. Het heeft wel inderdaad met de uitnodiging te maken. Zwart en rood. Dus het is wel iets in die... Dit is voor morgen. Die moet je morgen aan. Zwart en rood. Het is sowieso iets met zwart en rood. Ik denk oprecht dat wij in rood moeten komen, vrouwen en mannen in zwart. Nee. Ja, dat ben ik echt. Ik weet nog steeds niks over morgen, dus we gaan het morgen allemaal zien. Maar dit is wel weer een kleine hint inderdaad voor morgen. Kijk, het is ook zwart en rood. Ja. Goed gedaan. Zuipen! Hey
Nick, waarom heb je geen shirt aan dan? Oh, wat lekker, Rick. Wat zeg je? Gefeliciteerd. Dankjewel, schatje, patatje. Heb je die zweetporno-lucht al wat gezien? Ik zie je morgen, ja? Nou, Alex heeft ook een cadeautje. Ja, domme batteren. Wacht, laat me even kijken dan. Ja, het is wel zeg maar helemaal inkomen, dus... Tot op zijn minst even op. Was het? Was hij zo goedkoop? Ja, was hij uitgekoopt. En Moe! Oh, ja. Hey! En moet jij poppen? Gaan we poppen? Ja, het is van jou. Ik heb op zich wel zin in een drankje nog. Doe het niet, maar. Lekker af, broertje, alsjeblieft. Nee, Waar vanmorgen? Ja, kies maar. Jongens, er is dus blijkbaar ook al een Snapchat filter. Ja. Gio en Melanie turn 23. Lekker goed stijl. 23. Very good kegels. Yes. Oh, dus dat is. Gio, heb je toch die champagne al gepopt? Nee, ik kan geen Engels. Kijk naar mijn vader. Hello, I come to you now. Oh ja, ja, ja. Maar mijn ouders hebben ook nog een cadeautje. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Ja. Dit hebben? Ja. Ja? Wij zullen beginnen. Bij Melanie, dat is een leukste. Ja? Ja! Wat is het? Een kletspop! Hoe wist je dat? Je hoort het aan de kaartje. Echt waar? De best of edition quality time kletspot. Ja, van jullie nieuwe huis. Wat leuk. Heel leuk, ja. Dat is dus zo'n ding waar allemaal kaartjes en opdrachten in zitten. Dus dat is, ja, wat kan je dan? Kletsen. Dan kan je even offline. Even offline. Offline. Dankjewel. Een catspot? Nee. Ja, die heb je ook, een catspot. Oh, ja. Ja, maar die... Ja, je hebt ook een dobbelsteen daar met. Oh ja, die hebben we. Jordan en ik hebben die al uitgeprobeerd inderdaad. Ja? Ja, daar kom ik denk ik ook op. Please zoom in. Please zoom in op Jordan's hoofd op de grond. Mijn cadeautje wordt... Oh, een glas van een lens. Hé, hey, deze heb ik heel vaak zien staan. Dus ik dacht van deze wil ik echt een keer kopen, maar ik heb het nooit gedaan. Nee, daarom heb ik het gedaan. Ah, kijk. Maar ik had een koffiemok, dus als je zo'n vraag hebt, dan vul je met koffie en dan kan je meenemen in je auto. Ja. Kijk jongens, dit zit inderdaad. Oh, het is een je kan hem ook nog openen en dicht draaien. Ja, gewoon een thermos. Kijk. Er moet toch iets in kunnen? Ja, maar... Als je met auto is heel dronken, dan kan je op de camera gaan proberen. Ben ik straks op de camera? Nice, nice. Maar we zijn nog niet klaar. Want we hebben toch iets voor Melanie. Melanie! Yeah. Wat heb je? Cocktail shaker. Een piemel staat te shaken. Oh! Piemel staat te shaken. Hey, dus ja. Ik heb Long Island Ice kan maken. Al. Kan jij nog meer piemel shaken? Ja! Ja, lach maar. Jongens, jij bent een beetje. Ik ga nu al even naar de verkeerde kant. Het volgende. Doe eens gek. Oh. Nou, dat doe je al vaak zo maar... Originele en hilarische uitdagingen voor jong en oud. Oh, nou, leuk dat jij ook mee kan doen. Wat je voor Gio niet beter doet is normaal kunnen doen. Pak een vel papier en een bal en dan schrijf je voornaam met de pen tussen je tenen. Nou, dat gaan we even niet doen. Maar... Nou, Gio. Voor als jij... Of uit wil slapen, of dat je je vrienden niet eens een keer te vroeg wakker wil maken in vlogs. Oh ja, dat zou wel... Ja, dan kunnen ze dat gebruiken. Ja, ja. Ah, je bent echt goed in boven, hè? Zo. Oh. Wat? Hij is gesloopt. Hij is gesloopt. Die kan je niet meer gebruiken. Nee, maar dit denk ik echt niet eens verder. Ja, sorry. Ja. Maar dan kan je wel uit mijn pakband maken. Dan toch maar gewoon die sok, hè. Sorry. Met duct tape. Oh, sorry man. Maar wat staat erop? Sodemieterop. En eronder? Laat me leggen. Laat me leggen. Oh man, wat denk ik echt niet expres. Ja, dat is voor je vrienden. Jij denkt, ik maak hem gelijk kapot. Ja. Oh, nee.
Nee. Ja, we doen er wel duct tape op. Nee joh, je kan Nee, joh. Je moet gewoon terug naar de winkel, dan kan je wel zeggen. Nou, aan de winkel waar we hem gekocht hebben, sorry. Ik denk dat we dit echt niet. Ik kom weer terug. Ja, sorry. Nee, dat denk ik echt niet expres, mamsje. Nou, dat was het. Hey! Kijk eens even wat een heerlijke rotzooi. Oh, en morgen gaat het denk ik nog zo 10.000 keer erger worden. Het hele huis wordt op stelte gezet. Denk ik. Geen idee. Oh, check dit allemaal. Ja, morgen om 5:30 is er een nieuwe vlog online, jongens en meiden. Dan gaat alles gebeuren. De grote verjaardag. Alles gaat gebeuren. Ik ga stil zijn. Iedereen gaat slapen hier. Superleuke cadeaus. Ik ben heel benieuwd naar morgen. Allerlei gekke dingen, dus ik ga lekker slapen. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen was het weer een nieuwe vlog online, dus tot morgen. En ik zeg bedankt voor het kijken. En later.